Hey, hallo, mijn naam is Yara en welkom terug bij deze nieuwe video. Ja, welkom terug. En ik weet het, zoals bijna elke video zeg ik dat het lang geleden is. Maar goed, daar wil ik het niet meer over hebben, want ja, ik upload toch wanneer ik zin heb of whatever. Ja, 2020, een raar jaar, zoals ondertussen iedereen al wel weet. Een jaar waar er weinig mogelijkheden waren. En waar er weinig dingen te doen waren. Maar goed, zoals elk jaar maak ik een soort van throwback-achtig iets. En aangezien het bijna nieuwjaar is, dacht ik, waarom niet? Oké, ja. Normaal gezien maak ik een soort compilatie van allemaal video's en foto's die ik vind in mijn galerij. Maar goed, 2020, ik heb daar goed als niets gedaan of toch niets tof gedaan. Dus dacht ik, waarom niet op deze manier? Ik ga gewoon eventjes kort zeggen wat er gebeurd is in dit toch wel rare jaar. En een jaar dat waarschijnlijk toch wel iedereen het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. Oké, ja, in het begin was het heel leuk en tot maart was er eigenlijk nog altijd niets aan de hand. We konden nog doen en laten wat we wouden. En ja, er was een hele aanpassing. Dus ik heb mijn bezigheden moeten zoeken. En oké, ja, ik kon nog video's maken, maar ik had gewoon geen inspiratie. En ik had er gewoon even geen zin meer in. Uiteindelijk heb ik later wel een video gemaakt waar ik mijn haar ging stellen. Maar goed, ja, uiteindelijk die maanden was gewoon een beetje doorkomen. Er was een lockdown, we mochten niet buiten, we mochten niemand zien. Was heel, maar heel erg raar ook gewoon. Dus ja, dat was dat. En dan kwam er de vakantie aan. Ik ben mijn jaar geëindigd als geslaagd. Ik zit nu in mijn laatste jaar, wat ook een pittig jaar toch is. En ja, dan kwam de vakantie eraan. En normaal gezien gaan we altijd wel eens op vakantie. En nu ook stond er een vakantie op de planning waar ik echt al heel lang naar uitkeek. Maar ja, ineens zei de coronavirus, hey, dat gaan we mooi niet doen. Ik ben eigenlijk heel de vakantie thuis gebleven. Ik heb niet heel veel gedaan. Het enigste wat er in de vakantie gebeurde, was dat ik een paar dagen naar Paradise ben geweest. Ja, verder ben ik 18 geworden. En ja, daarnaast, ik ben mijn beugel kwijt. Na 6-7 jaar heb ik gewoon geen beugel meer. En ja, dan is er nog één ding dat er eigenlijk dit jaar echt gebeurd is. En dat is dat ik na heel wat jaren terug een huisdier heb. En 2 cavia's. Al werd die naar Victorine. Wacht je, ik zal ze eens gaan halen. I'll be back. Hola, ik ben terug. Dit is Victorine. Meet Victorine. Zij is, ja, de wildste en een beetje van alles. Ja, zeg eens hallo tegen de mensen. Hallo! Voilà, dus dit is Victorine. We hebben hun nu sinds... Zit je aan het lekken? Ja, lekker, lekker. We zijn 8 maanden oud, denk ik. Als ik goed geteld heb. Oké, ik kom zo terug. Ik ga de andere kant gaan. En hier is nummer 2. Albertine. En zij is een beetje, ja, dikker, maar ook een beetje banger, dus ja. Hallo, hallo, hallo. Maar goed, ja, dit was het eigenlijk. Au. Dus ja, bij deze, dit was het dan. Ik hoop dat jullie deze video toch een beetje leuk vonden. En ja, dan zullen jullie weer bij een volgende video ooit. Dankjewel om te kijken en een happy new year voor wat het waard is. Ciao. Tada. Au, 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 au.